Aikido is in het begin van de 20e eeuw ontwikkeld door de Japanse meester Morihei Ueshiba. Het is een modern systeem voor zelfverdediging, gericht op het verweer tegen één of meerdere tegenstanders. Hierbij wordt niet de kracht van een tegenstander geblokkeerd, maar juist gebruikt om deze uit balans te brengen. Het eerste land in Europa wat kennis maakt met het Aikido is Frankrijk. Minoru Mochizuki introduceert in 1951 zijn Yoseika Aikido. Het is Tadashi Abe die in de dojo van Jean Zin in Marseille vanaf 1952 lessen verzorgt in Aikido, volgens de methode van Morihei Ueshiba. Regelmatig brengt Abe een bezoek aan de dojo van Julien Naessens in Brussel. Het is in deze dojo dat Peter Beljaars, die hier al vele jaren de judo-stages van Kenshiro Abbe volgt, in contact komt met de Aikido-meester Hirokazu Kobayashi. De film Nico, met in de hoofdrol Steven Seagal, zorgde in 1988 voor een grote doorbraak. En hierdoor werd het Aikido wereldwijd onder de aandacht gebracht. Het Aikido in Nederland begint in Tilburg. Het is Peter Beljaars die als eerste het Aikido in 1961 in zijn sportschool introduceerde. Nu, 50 jaar later, vieren we dit feit door gedurende het hele jaar 2011 evenementen te organiseren. Peter Beljaars begint in 1948 een sportschool onder de naam Sportacademie Beljaars. Het is een school waar voornamelijk Japanse budosporten worden gedoseerd. Beljaars wil zijn school uitbreiden met een andere budosport. Op advies van Kenshiro Abbe, die ook in Engeland aan de oorsprong staat van het Aikido, begint Beljaars in zijn dojo Aikido te doseren. In 1963 richt Peter de eerste officiële Aikido-organisatie op in ons land, namelijk de Nederlandse Aikido-bond. Het jaar daarop verzorgen de Japanse grootmeesters Hirokazu Kobayashi en Masamichi Noro een demonstratie in de dojo van Beljaars. Vele jaren achtereen komt Kobayashi daarna naar Tilburg om er Aikido-stages te verzorgen. In 1974 wordt door Kobayashi het eerste dan-examen Aikido afgenomen. De geslaagden zijn van links naar rechts Eddie Wolpert, België, Gijs Schouten, Nederland, Peter Beljaars, docent, George Fokkert, België, en Nico van Soest, Duitsland. Een fragment uit het Polygoonjournaal van 1979 met Kobayashi-sensei. Zo gaat het erom de balans bij de aanvallen te verstoren. Daarvoor zijn een paar duizend technieken ontwikkeld, zoals deze polsklem. Hetzelfde gebeurt bij een aanval met een zwaard. Essentieel is ook het omdraaien van de gewrichten van de tegenstander, die dan van pijn wel wil loslaten. Kobayashi is zeer tevreden over de vorderingen van de Nederlandse Aikidoka's, die van zijn assistente Emiko Inoue en hemzelf in een trainingsweek bij Beljaars in Tilburg snel hebben geleerd. Peter Beljaars overlijdt in 1983. Zijn school wordt door enkele van zijn leerlingen voortgezet. In een later stadium wordt de sportschool ondergebracht in de al bestaande vereniging Seikai Butoku Kai. Er worden pogingen ondernomen om te komen tot samenwerking tussen de verschillende Aikido-organisaties in Nederland. Omstreeks 1984 vormen de NAB en de NCAB samen de Nederlandse Aikido-federatie, de NAF. De NAF heeft slechts een korte tijd bestaan. In 1986 gaan de scholen en de leden van de NAB over naar de BBN, de latere JBN, en worden ondergebracht in de Aikido-sectie van de JBN, het NCA. In 2006 vierde sportschool Beljaars 45 jaar Aikido in Nederland, met onder meer een grote budodag in de gemeentelijke sporthal in Tilburg. Thank you.
Regelmatig worden er op locatie demonstraties en workshops gehouden, zoals hier in het buitengebied De Moerenburg. Kijk, en dat is mooi. Dan ziet u bijvoorbeeld zo'n oud mannetje bij de pinautomaat staan. En dan denkt hij van, die heeft net gepint, die zullen wij eens gaan beroven. En dan gaat ongeveer zo dan. Kom maar eens, hier met dat geld. School Beljaars participeerde in het project Tijd voor Vechtsport. Een programma van de Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie, KNKF. In opdracht van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tijdens dit project werd het door de KNKF uitgegeven Fight Right keurmerk behaald. Het Fight Right keurmerk is een kwalitatief en onderscheidend keurmerk voor vechtsportclubs die de maatschappelijke en pedagogische waarde van de vechtsport ondersteunen om zo de kwaliteit van het aanbod te verhogen en de veiligheid van de sporters te waarborgen. Ook nu nog bruist het bij Aikido Sportschool Beljaars, zowel in de jeugdgroep als bij de senioren van de activiteiten. De lessen worden verzorgd door Pierre Krijnen, Gert Donders en Gijs Schouten. Laatstgenoemde verzorgt al vele jaren Aikido-stages in zowel binnen- als buitenland.